Welkom terug bij Van Dient Live. Mensen uit het vak die weten het zeker. Hij is de volgende Nobelprijswinnaar. Hoogleraar Ben Feringa. Die bouwt met moleculen. Hij fabriceert op die manier al een windmolen en ook een auto. Dus ja, ik vraag me ook wel af, is hij gek of geniaal? Nou, meneer Feringa, verschrikkelijke vraag natuurlijk. Maar ik moet hem toch stellen. Bent u gek of geniaal? Dat weet ik niet. Ik ben wetenschapper. Ik bouw moleculen. Nou, misschien na dit gesprek dat de kijker gewoon oren kan vellen. Die vraag over die Nobelprijs. Hij is irritant natuurlijk, want u krijgt hem heel vaak te horen. Maar het is wel duidelijk dat u in die regionen verkeert. Ja, dat is moeilijk van jezelf te zeggen natuurlijk. Ja, wij doen onderzoek en anderen oordelen wel of dat belangrijk is. En kennelijk spreekt dat mensen erg aan. Maar een Nobelprijs winnen is niet zo eenvoudig. En er zijn vele, vele hele goede onderzoekers in deze wereld. Ja, nee, zeker. Die bescheidenheid zie je natuurlijk. Maar we willen maar aangeven, in Nederland op dit vlak zijn wij heel groot vergeleken met andere landen. Ja, dat klopt. Chemie in Nederland. Ik ben chemicus. En chemie in Nederland staat heel hoog aangeschreven. Dus de natuurkunde en scheikunde in dit land, het onderzoek, is altijd in de top 2, top 3. Zoals een paar voorbeelden erbij pakken, dan weten we precies wat u doet. We beginnen met de four-wheel drive met de auto. Dan moet u maar even vertellen. Die kunnen we even zien nu. En dan kunnen we even kijken hoe dat in elkaar zit met die moleculen. Ja, toen ik in de tijd de Spinoza-prijs kreeg, toen hadden we net een paar jaar daarvoor onze moleculaire motor ontdekt. Ja. En toen had ik als uitdaging neergezet om een four-wheel nano-auto te bouwen. En even voor de duidelijkheid, een nano, dat is 1 miljardste meter groot. Ja. En wat je daar zag, was onze nano-auto. Daar hebben we 7 jaar aan gesleuteld. Ja. En uiteindelijk hebben we hem gebouwd. En die rotatiemotors die we bedacht hadden en die we gemaakt hadden, die drijven deze nano-auto aan. En die zorgt ervoor dat hij over een klein stukje kan op een weggetje van koperatomen kan rijden en zichzelf voortstuwt. Maar heb je dan 7 jaar over gedaan? Daar hebben we 7 jaar. Lang en dan kan je een heel klein dingetje. Dus dat lijkt dan voor de leek als ik ook. Wat heb je eigenlijk bereikt dan? Ja, maar de belangrijke wetenschappelijke doorbraak was dat we in staat waren met zo'n nanomotortje beweging op nanoschaal in gang te zetten. En ervoor te zorgen dat zo'n rotatiemotor een lineaire beweging, dus een beweging over een oppervlak, over een weggetje, als het ware, kon bewerkstelligen. Maar wat betekent dat? Waar kun je het mee vergelijken? Met wat voor uitvinding in de wereld? Nou, ik vergelijk het vaak in mijn lezingen en zo, voel ik mij vaak als de Wright Brothers. Ja. Dus dan gaan we even 100 jaar terug in de tijd, naar 1903. He, sinds mensenheugenis hebben allerlei mensen geprobeerd te vliegen. He. We werden geïnspireerd door vogels die konden vliegen. De Wright Brothers hebben voor het eerst een eindje kunnen vliegen in zo'n heel primitief vliegtuig. Niemand had natuurlijk kunnen voorspellen dat 100 jaar later we een Boeing 747 hadden of een Airbus. De mensen zeiden toen, als God had gewild dat wij vlogen, had hij ons wel vleugels gegeven. Ja. We keken het af van een vogel, he, de duif. Denk aan de duif. Maar de manier waarop een Boeing vliegt, die is niet zoals een duif vliegt, hè, met klapperende vleugels. Nee. En de materialen zijn ook heel anders. Ja. En we zijn toch in staat om perfect een grote machine te bouwen met niet-natuurlijke materialen, synthetisch, en het werkt perfect. En dat was toen die zeepkist inderdaad. Er werd misschien ook wat lacherig over gedaan, vanuit de religieuze hoek zelfs heel kritisch. Maar het kon uiteindelijk wel en toen leek dat nog niks. Maar na heel veel jaar uiteindelijk konden we echt de lucht in. Waar kan dit eindigen? Waar kan dat met die auto eindigen? Je moet je voorstellen, als je in staat bent een motortje te bouwen op nanoschaal, dus 1 miljardste, weet je, groot, hè, 1000 keer kleiner dan de microtechnologie die we zo goed kennen van onze computers, dan weet je dat je aandrijfmechanismen hebt op die schaal. En dan kun je denken aan microrobotjes en allerlei slimme materialen die aangedreven worden door zo'n motortje. Daar moet je aan denken. Ook energieopslag op nanoschaal. Aandrijfmechanismen. Je kunt het een beetje vergelijken met het begin van de industriële revolutie, toen de eerste motors ontdekt werden. En ik weet niet of die vergelijking helemaal opgaat. Ja. Maar als je één keer een motor hebt, dan kun je een machine bouwen. En je kunt een robot bouwen. En er wordt veel gesproken over robotjes in de toekomst. Ik ben ervan overtuigd dat in 30, 40 jaar, in een periode van 30, 40 jaar van nu, dat we robotjes hebben die door een arts geïnjecteerd kunnen worden in je bloedvat. En die misschien door je bloedvat kruipen en ergens een defecte cel opsporen, een kankercel of een reparatie verrichten. Dus ook voor medicinaal gebruik heel belangrijk. Ja. U heeft meer gedaan. Het volgende voorbeeld wat ik even wil bekijken is de windmolen. Want die is ook aardig natuurlijk. Ja. En daar kunt u ook wat van zeggen. Ook die windmolen. Ja, ja, weer een moleculaire windmolen. Wat houdt dit in? Ja, we waren dus gefascineerd door het idee, kunnen we nu zo'n rotatiemotortje, een propellertje als het ware, die je kunt ronddraaien, draaien, kun je die op een oppervlak zetten, net als een windmolentje. En als je daar licht op laat schijnen, want ze draaien onder invloed van licht,
Als je dat licht op laat schijnen, gaan ze dan ronddraaien. Ja. En dus we waren geïnspireerd door de windmolens van onze voorouders. En alleen de schaal is hier wat kleiner, dit is een miljard keer kleiner. En we hebben inderdaad die windmolentjes op een oppervlak gezet. En we hebben een nanoschaal windmolenpark gebouwd. En ze draaien allemaal rond, één kant op. En wat kun je uiteindelijk ook hiermee bereiken? Nou, uiteindelijk het vergezicht. Ja, het vergezicht natuurlijk. En ik weet niet of die molens van ons daarvoor gebruikt gaan worden. Maar je moet denken aan slimme materialen. Hè? Materialen die zichzelf schoonmaken, die van vorm of kleur veranderen. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt van in de toekomst krijg je misschien coatings of verf op je wanden in je huiskamer. En als je dan een kinderfeestje geeft, dan, of je geeft een chic kerstdiner, dan past dus de wand zich aan naar de stemming. Ja, geweldig. Ja, dat is fantastisch. Ja. Dan futuristisch, is inderdaad. U had het ook over de geneeskunde en antibiotica. Ook een mooi voorbeeld. Kunnen we ook even laten zien. Antibiotica, ja. Hoe het daarmee is. Want dat is antibiotica die je dus aan en uit kan zetten. Hoe werkt dat? Ja, groot probleem met antibiotica is natuurlijk de opbouw van antibioticumresistentie. Ja. En daar zijn originele oplossingen voor nodig om dat probleem aan te pakken. En wij dachten nu, als je nou eens een lichtschakelaartje inbouwt in zo'n antibioticum, in zo'n geneesmiddel. Wat je dan doet is, dan neem je een antibioticum, die doet niks. Hè, dat geneesmiddel werkt niet. Ja. Behalve als je ergens een infectie hebt in je lichaam, zet je er een lamp op, schakelt hem aan. Ter plekke is die dan actief. Je gewone bacteriën in je lichaam, in je darmen en zo, die worden niet aangetast. En op het moment dat het in het milieu komt, zeg na een paar uur, dan is het antibioticum weer uitgeschakeld. De bacteriën bouwen geen resistentie op en het is onschuldig. En recent hebben we datzelfde niet alleen voor antibiotica gedaan, maar ook voor antitumorverbindingen. U kent het probleem van chemotherapie. Je haar valt uit, je krijgt allerlei nare bijwerkingen. En we hebben nu voor het eerst chemotherapeutische agentia, een geneesmiddel gemaakt, die je kunt aan- en uitzetten met een lampje. Maar en dan zou je dus heel lokaal kunnen behandelen. Dat is het idee. Maar dan kun je dus tot dat soort geweldige resultaten komen. En u weet hoe dat gaat. En dan wil je het liefst ook, ik ook als journalist, je wil dat naar buiten schreeuwen. Dat kan over één jaar, over twee jaar is het. Nou, maar dat kijk, nu een geneesmiddel wat u vandaag in de apotheek koopt, een nieuw geneesmiddel, dat heeft al 10 jaar ontwikkelingstijd nodig. Dit gaat over precisietherapie in de toekomst, hè, op nanoschaal. Heel precies, kleine tumoren ontdekken en dan precies behandelen. Dan moet je denken aan een traject van 20, 25 jaar minimaal voordat we dat in de kliniek hebben. Want daar gaat een heel lang traject overheen. En dan is het nog de vraag of onze moleculen daar geschikt voor zijn. Ja. Maar als je één keer de principes weet, als je één keer weet hoe je de eerste stapjes moet maken om te lopen, een klein kind die voor het eerst gaat lopen, dan kun je daarna misschien heel hard lopen. Dat is het idee. U heeft een fantastisch werkterrein, dat blijkt nu ook. Hè? En ook u grossiert ook in prijs. Ik geloof, dat zie je bij voetballers ook. Hè? Die hebben dat en dat en dat. 21 bekers. U zit geloof ik ook op 21 prijzen. Koningin Mathilde heeft u pas nog een prijs mogen reiken in België. Wat voor prijs was dat? Dat was de Solvay Chemistry for the Future prijs. Dat was een zeer prestigieuze prijs. Ik was daar bijzonder vereerd mee. Ja. Haar Majesteit reikte dat uit. En dat was een hele mooie bijeenkomst. Maar dan denk je, het verhaal tot nu toe. Ik heb het ook in mijn hoofd. Ik denk, meneer Vingega, met deze achtergrond, kijk eens wat hij bereikt heeft. Die zal dus wel ergens in Cambridge zitten, of waarschijnlijk nog in Harvard zitten. 10 keer gevraagd zijn, maar nee, u zit nog steeds in Groningen. Hoe kan ik dat? Ik heb hele mooie aanbiedingen gehad. Ja. Maar ten eerste is Groningen natuurlijk een prachtige stad om te zijn. Ja, ik heb daar een heel goed onderzoeksteam. En Groningen is een fantastische universiteit. En het onderzoeksklimaat in Nederland is heel erg goed. Wij lopen niet voor niks vooraan in verschillende vakgebieden in de wereld. Alleen het probleem is een beetje, houden we dat maar in stand? Hoe kan dat nou? Ik heb hier zo vaak mensen aan tafel. U kent al die berichten ook over juist de topwetenschappers gaan allemaal weg en houden ze tegen, betalen ze meer. Nou, de top die gaat weg uit Nederland. U zegt het omgekeerd. Het is wel een groot probleem dat wij veel te weinig investeren in wetenschap. En als wij kijken hoeveel jong toptalent wij opleiden in dit land en wat de mogelijkheden zijn, ons onderzoeksklimaat, de manier waarop wij onderzoek doen in dit land, dan zou de minister er goed aan doen om per jaar 1 miljard meer te investeren in fundamenteel, met name fundamenteel onderzoek. Want u blijft gewoon in Nederland, een topper als u blijft wel. En dat heeft ook praktische omstandigheden trouwens, of niet? Heeft het ook te maken, want dat wordt ook vaak vergeten. Ja. Hoogleraren hebben ook gezinnen, hebben ook kinderen. Speelt dat ook een rol? Het heeft natuurlijk ook te maken met mijn gezinssituatie. Wij hebben 3 dochters. Die zaten op de middelbare school in de periode dat, nu studeren ze trouwens, maar die zaten op de middelbare school in de periode dat ik die mooie aanbieding kreeg uit Amerika onder andere. En het is heel belangrijk dat je een stabiele gezinssituatie hebt. Mijn echtgenote heeft een goede baan. En om dan te verkassen naar bijvoorbeeld Californië, dat is wel erg aantrekkelijk qua onderzoek.
Maar een stabiel gezin en dat ik mij om 5 uur niet druk hoef te maken hoe mijn gezin er aan toe is. Of die wel zich prettig voelt. Ja, er staat een potje op het vuur, maar dat zover gaat het dan niet. Dat bedoel ik niet. Maar het feit dat je ongestoord onderzoek kunt doen. En dat ik dus enorm gestimuleerd word door mijn gezin en mijn achtergrond. Nou, doet u wel een oproep voor meer geld. Begrijpelijk vanuit de positie, want Nederland is daar groot en moet nog groter worden. Dan hebben we het vaak, u hoort het aan mijn vragen ook, wat kunnen we ermee? Dan gaat het ook weer om praktische onderzoek. Maar uiteindelijk een toegepast onderzoek, maar fundamenteel onderzoek. Of je niet weet waar je op uit kan komen, wat heel veel geld kost. Doen we daar genoeg aan in Nederland? Nou, ik denk dat de lange termijn onderzoek, ja, en ook in grotere teams werken aan echt serieuze problemen die ertoe doen. Hè. En er wordt natuurlijk heel veel aan kankeronderzoek gedaan. Maar laat ik het voorbeeld nemen. De klimaatconferentie is nu aan de gang. Ja. Het omzetten van CO2 in bijvoorbeeld een brandstof. Ja. Of in een bouwsteen voor plastic. Dat zou natuurlijk iets zijn. Maar we weten niet hoe dat moet. De plant kan het wel. In de natuur. Dat vroeg ik ook aan de heer in het voorgesprek. Ja, die dat zei. De technologie is dus Maar dat proces is dus ontzettend inefficiënt. Wat de natuur doet. Wij zouden dat veel beter moeten kunnen. Maar dat vergt wel een investering in fundamenteel onderzoek. Want wij weten niet hoe dat moet. Dat vergt bijvoorbeeld nieuwe chemische processen, nieuwe katalysatoren en een lange adem om dat voor elkaar te krijgen. Dus een droomscenario is dat we goedkoop elektriciteit maken via windmolens, via zonnepanelen, et cetera. En dan de CO2 omzetten, bijvoorbeeld in een bouwsteen voor plastic. Ja. En dan heb je een circulair systeem. En dan lossen we in elk geval een serieus probleem op te nemen. Het lijkt mij in ieder geval een belangwekkende oproep om daar net meer geld in te stoppen. Ja, en ik denk dat we daar hele mooie doorbraken kunnen bereiken. Ik dank u voor dit gesprek. Dank u wel.